binnen lekker warm bij ome Jan Schildkamp, bij John Schildkamp, hier in de bokschool. En we gaan dadelijk wat geluiden erbij krijgen. De jongens gaan zometeen eventjes flink van kiet, goed er tegenaan. Lekker even in conditie komen. Even hiervoor hebben ze educatie gehad. En gaan nu zometeen lekker de spieren losmaken. De bokschool van Jan en John Schildkamp. Fenomenen zijn dat. En eigenlijk elke hoogvlieter weet wel wie John en ome Jan wie dat zijn. Maar inmiddels dienen zich ook opvolgers aan. Daar gaan we zo meteen ook eventjes mee spreken. Want de bokschool van Schildkamp blijft altijd bestaan. Ik had het over opvolging. Schildkamp blijft altijd bestaan. En hiernaast me, Stephanie. Gegarandeerd, dat wordt de nieuwe directeur samen met de zus. Om en om gaan ze natuurlijk de trainingen geven, verzorgen, s'avonds overdag. Overdag, s'avonds, ja. Jij overdag vooral, hè? Want je hebt een klein jongetje rondlopen. Ja, klopt. 2,5 jaar inmiddels. 2,5 jaar, ja. Hoe heet hij? Rafael. En die heeft het ook helemaal in zijn genen, hè? Die is lekker aan het boksen. Ja, die vindt het heel leuk als ze steeds komt. Gaat hij lekker ja, met de zak trainen. Ja. Samen met opa en overgrootopa. Ja, ja, vooral met opa en de grootopa. Ja. 4 generaties Schildkamp. Ja, klopt. Fantastisch. Ja. Het is nu een beetje stil, maar dat heeft alles te maken met corona. Hè? Dat de mensen toch ook weer zeggen van ja, in deze periode doe ik dat even liever niet. Nee, klopt. Maar de diehards zijn al klaar om zometeen door jou onder handen genomen te worden. Ja. Lekker eventjes te boksen. Hoeveel mensen komen hier normaal gesproken zo'n beetje? Op tijd dagen? Nou ja, normaal gesproken zijn we best wel een grote groep, laten we zeggen 21. Maar nu is corona is echt weinig jongeren eigenlijk. Ja, maar ja, jullie blijven wel, zolang het kan en mag. Mag, blijven doorgaan. Ja. Zitten er restricties aan? RIVM-maatregelen? Ja, zeker. Ze moeten de handen wassen. Want de ene keer bij één kant niet trappen af, de andere kant weer. Dus, en ze mogen gewoon niet bij elkaar zitten. Dat is het belangrijkste. Ja. Nou, ik heb de jongens net gezien. Het zijn allemaal grote stevige gasten. Gaan ze zich afbeulen door jou? Ja, zeker. Ja? Ja. Je zweept erover zo meteen? Ja hoor, gewoon zweepen. Goed zo. Nou, ik zou zeggen, neem ze onder handen. Maar je doet dat volgens mij ook met dezelfde blik als je vader en als je opa. Ja. He, in die ogen, daar zit de kracht van de schildkrampjes. Ja. En niet in de vuisten, dat is mooi meegenomen. Ja, maar jullie doen het met je ogen, met je mond. Ja. Met de bogen. Ja. Oké, hey, succes, pak ze aan, he, die gasten. Dankjewel. Go. Ja. John Schildkamp. Ja, goeiedag, Gerjo. Ja, 58, hè? Ja. Ome Jan Schildkamp? Pas al 81. 18, toch? 18 draait hij ook om. Ja, je mag dat dan even omdraaien. Ja, dat moet wel. Maar laten we eerlijk zijn, 81 jaar, dat is dan een gezegende leeftijd. Heerlijk. Want je bent overgrootvader, hè? Dus opa en overgrootvader. Ja. En dat heeft, daar ben ik trots op. Dit is het mooiste wat je kan meemaken. Dat kan ik me voorstellen. Dat is mooi, hè? Die wel gelijk goed bezig is hier altijd. Ja. Het is toch mooi, hè? Dat je altijd die kleine persaapjes hebt opgevoed. Ja. Hier op de bokschool. En nou hebben we dezelfde mee. En heb nog zo'n mooie kleur. Ja. En dat vind ik helemaal zo trots op. Ja. Mooi donker. Mooi donker, ja. Ja. Goed, John. Jij bent al sinds mensenheugenis ben jij de enige assistent van je vader. Maar inmiddels is dat toch wel omgedraaid. Ben jij eigenlijk directeur geworden van de stichting Opboksen. De man die niet alleen maar achter de schermen, maar vooral ook voor de schermen actief is. En ook een toekomstvisie heeft van waar de school naartoe zou moeten gaan. Met inachtneming en met respect voor datgene wat jouw vader heeft opgebouwd. Daar kom ik zo meteen even bij jou op terug. Begin toch eerst even met de grondleggen van het geheel. Dat heeft ook te maken met respect natuurlijk. Ome Jan Schildkamp. Ja. Het is altijd ome Jan, hè? Voor mij, maar voor iedereen. Ik vond het met mijn 30ste deze van, met mijn opzijwerk 33ste, vond ik het al vreemd. Nadat het is gewoon geworden. Ja. En het mooiste is natuurlijk, wel in de 80 ben ik nog steeds bezig. Je bent altijd bezig. En ik moet nu als John zeggen, John, wat kan ik vandaag doen? Ja. En dan weet ik het wel. Maar dat is het fijne ervan, die samenwerking. Die samenwerking. Maar het is wel vreemd dat je snipperdag moet vragen aan je zoon, hè? Ja, maar als het ken, anders doe ik het niet. Nee. Ooit begonnen in het oude clubhuis De Zevensprong in de Dichting Handpolder. Ja. Later naar de Moesoelstraat, het houten gebouwtje. Ja. En uiteindelijk, volgend jaar 25 jaar geleden, is hier de verbouwing heeft plaatsgevonden. Ja. Maar daarvoor al in
de oude gym zat. Ja. Maar u had ook een geweldige baan. U verdiende een aardig centje en dan ga je boksleraar worden voor minderheden. Die was ik al. Maar ja, voor minderheden. In 82, ik had een goede baan, in 82 was er ook geen werk voor mensen buiten. Een hele slechte periode. De timmerman had geen werk. Die heeft tegen zijn moeder gezegd, ik zeg, wat zullen we doen? Ze zegt, leg aan jezelf. Ik ben begonnen, gewoon mensen binnen te halen om te boksen. Eigenlijk gratis. Maar toen begreep ik in de gaten dat zelfs in die periode konden er veel mensen die konden lezen of schrijven. En toen is eigenlijk het idee begonnen om lessen te gaan geven. En dat is tot eind jaren 90 gebeurd. En toen is eigenlijk, zijn er grote mensen hier uit Hoogvliet die hebben geholpen. Die hebben Rotterdam gewaarschuwd. En toen is Rotterdam ook begonnen om eigenlijk mensen te sturen. Dus toen in 1993 is het dan project Opboksen gaan heten. Maar we waren al vanaf 82 waren we al bezig. Ja, want het was eerst boksen, maar ook opboksen tegen alles wat er in de maatschappij gebeurt. Het leren. Achterstand waar je uitkomt, die kunnen lezen, die kunnen schrijven. En die hebben we gedaan toen. Ja, samen met heel veel andere organisaties, het leger de zelfs, kan ik me herinneren. Die is er inderdaad allemaal bijgekomen, dat is perfect geweest. Ja, ik heb heel veel steun, en vooral voor de oudere deelgemeente vroeger. Onze grote mensen die er waren. Ja, Leo Stroberlaat, Hans Helemans. Ik bedoel, dat hebben we zo was op. De directeur van de Rabobank. Iedereen is zo goed geweest. We hadden nog een politieagent, die heette Joop van Hoor. Die ging overal op af om het voor elkaar te krijgen. Ja, en daar zijn we nog steeds dankbaar. Dat ben ik niet hoor, dat was een smal mannetje met een snorretje en zwart haar. Dus al bij dezelfde naam hadden we toevallig. Dat zeg ik, je kent het niet alleen. Dit moet je met z'n allen doen. En dat was toen die tijd heel erg. We worden al wat eenzamer. Tijden veranderen natuurlijk, het is allemaal moeilijk. Ik bedoel, iedereen heeft moeilijke gemeentes, hebben het moeilijk natuurlijk. Ja. Maar we zijn wel trots, we waren de eerste in de wereld die met dit begon. Ja, want jullie hebben hier ook de meest beroemde mensen heb je in huis gehad. Uit binnen- en buitenland. Almian, veel beroemde mensen waar we het al over hadden. Maar op enig moment stond er iemand voor de deur en dan stond je zelf raar van te kijken. Hè? Ja, dat was meneer die goed gevoel had als Johan Cruijff. Johan Cruijff. Ja, die kwam uit Spanje. Ze zouden hem, hebben zijn dingen neergezet. Dat deed hij toen die tijd. Ze stond voor wel eentje verder ook verliet. Kruifpoort. Ja. Ja. En die kwam in hand met de minister, de Semers, die kwam man en die wilde het weten. En ik zou vertellen, hij wist meer van mij dan ik van hem, terwijl ik bij Feyenoord heb zien voetballen. Ja. Dus het was al vreemd. Want toen zei hij, hij wilde dat in heel Spanje ook laten doen. Had een man bij hem, die erover ging, over dat dingen. Hij zei, gaat alles gevolgd wat wij deden met de jeugd van de straat en met mensen die het nodig hebben. Dat vond hij gigantisch. Ja. Stond er wel gebaasd van te kijken. Dat kan je. Ja, je bent een voorbeeld geweest voor velen. Ja. En nu is John de grote inspirator weer voor de jongste groep, als het ware. En alhoewel, die wordt al gepasseerd door je dochters. Ik kan niet verlicht mijn pet op hoogte, maar hoor ik dit kaal wel ook. John, jij hebt je ook vroeger bezig gehouden met echt met het trainen en het begeleiden van profboxers. Ja. Raymond Groeneveld, Mark Voogd, de Guillotuur. Guillotuur stond ooit als klein pestaampje voor de deur met zijn neus tegen het raam. Ja. Jullie hebben hem binnengehaald en uiteindelijk, hij loopt wat te roepen, ik ben een self-made man, maar zonder jullie had hij het nooit gered, denk ik. Want jullie hebben hem niet alleen boksen bijgebracht, maar ook mentaliteit. Ja, klopt. Tot aan de Olympische Spelen, zeg maar. Hè. We hebben natuurlijk helemaal begeleid naar de Olympische Spelen toe. Helaas kon één van ons niet bij zijn, omdat mijn moeder toevallig in de periode gestorven is. Ja. Er is alleen van ons erbij geweest. Daarna is het nog een jaar lang onder onze hoede geworst in Duitsland. En zat om het weekend zat in Duitsland. En daarna is hij prof geworden. Ja. Duk, doodsklap, met zijn rechtse directe. Kelsey Banks, 1980, Seoul. Ja. In één klap. Ja, daar hebben we maandag getraind. Ja. We hadden een heel trainingsprogramma gemaakt om naar de Olympische Spelen toe. En we wisten dat Kelsey Banks, de duchtvechter, de wereldkampioen was en degene voor het gouden erementaal natuurlijk.
En goed, er kwam tussen, er kwam een klein dingetje tussen, die het vertreffend deed. Ja. En geweldig. Ja, ik zie nog ontstaan Schiphol. He, met een zoete traan van vreugde, omdat hij zo ver was gekomen. En een zoute traan van het overlijden van jouw vrouw, jouw moeder. He. Klopt. Dat was echt een bizarre periode, was dat toen. Ja. Je had geluk en je had verdriet in één. Dat heeft ook wel een band geschapen tussen ons, maar ook tussen heel veel andere mensen. Nelly Koman stond erbij. Was een gouden tijd. Ja. Maar ook deze tijd is goud, hè? Want jullie blijven investeren. Met tijd en met menskracht en met raad en daad naar de jongeren die nu komen. Ja, klopt. Dat is, ik moet zeggen, ik wil even terugkomen op het verhaal van mijn vader. Mijn vader is nu 81 en die heeft me ooit beloofd mij te blijven helpen tot zijn 94ste. En dan zou hij wat leukers gaan doen, dus daar wil ik me ook sowieso aan houden. Maar goed, we werken nog steeds met de jongeren. Dat sowieso. Weet je, dat is onze kracht ook. Werken jongeren waar het nergens meer mislukt. Dat soort jongeren krijgen wij. Ja, de jongens zie je groeien. Je ziet net een van de jongens ook. Die zitten al een klein jaartje bij ons. De jongen hebben zien groeien. En dat soort dingen. En dat is onze kracht. En ik moet ook zeggen, van, kijk, ik wil ook even aangeven dat we hebben een goede samenwerking ook met de gemeente Rotterdam en Spijkenisse. Want zonder hun hadden wij ook deze jongens niet. En ook de docenten, gelukkig kunnen docenten muren. Ja, het is leuk werken met jongens, absoluut. Ja. En zeker als je ziet veranderen. Ja. Beste kijkers van Botlek TV, dit is een school aan de Aveling in Hoogvliet waar je altijd even binnen kan komen. Waar je zeker gewoon, ik nodig jullie zeker uit namens de familie Schildkamp, dat als je geïnteresseerd bent in de mens, om eens een keer langs te komen. En dan hoef je niet je eigen bakje koffie te betalen, maar als je toevallig een hele vette bankrekening hebt, dan zou het leuk zijn. Als je een heel klein beetje naar de jongens overmaakt hier aan de overkant. Want dankzij hen is het veilig op straat. John, we hebben het al even gehad over alle mogelijkheden die jongeren als ze hier binnenkomen krijgen. Ze beginnen met respectvol behandeld te worden. Dat er aandacht voor ze is. Ook voor het thuisfront, alles wat er omheen zit. Want jullie maken zeg maar toch al menselijke analyses, ja. Wat gebeurt er, waarom ben je zo zoals je bent, wat is je achtergrond, wat heb je allemaal verkeerd gedaan, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat daarna dat je ze kan aanspreken van, en wat is dan allemaal goed gegaan nu. Boksen, lekker sporten, je helemaal leegslaan. Je vader zei vroeger altijd, ik heb liever dat ze zich hier leegslaan op een zak, als dat ze een of andere zak in de wijk neerslaan. Ja, klopt. Maar ze moeten er ook wel wat voor doen, hè? Ja. Achter ons, dikke papieren, computers, basiseducatie. Ja. Wat is basiseducatie en wat moeten zij daarvoor doen? Nou, ten eerste, jongens zitten hier 4 dagen in de week. We hebben dat zo gedaan dat wij zeggen altijd, weekend is geweest, zijn ze moe van het weekend, kunnen ze maandags uitslapen. Maar ook de maandag bewust vrijgehouden om zo veel mogelijk afspraken te maken. Met klantmanagers, met de reclassering. Dus dat is de rest van het programma gewoon ongestoord en je kunt bij je volgen. De dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag zitten ze hier bij boksen. Ze moeten om 9 uur moeten starten en zijn om 2 uur klaar. De dinsdag besteden we heel veel aandacht aan het VCA. Je kan natuurlijk jongeren binnen op dit moment. VCA? Ja, een veiligheidscertificaat. Om maar een voorbeeld te geven, ik heb hier een jongen gehad die glazenwas is. Dan denk je, ja, hoe moet hij nou bij VCA? Maar die moest bij de Shell gaan werken en die kwam het terrein hier op zonder het VCA-certificaat. Dus dat geeft maar even aan hoe belangrijk het VCA-certificaat is. Daar besteden we ook heel veel aandacht aan. We krijgen ook jongens binnen die geen mbo-diploma hebben, die eigenlijk helemaal geen diploma hebben. En die een aantal keren al voor de deur gestaan hebben bij de uitzendbureau. En dan vervolgens zegt ze uitbureau, ja maar luister, je hebt geen papieren. Maar heb je dan toevallig VCA? Nee, die heb ik niet. En daarom, op het moment dat jongeren het VCA hebben, dan gaan die deuren van die uitzendbureau gaan een stukje open. Want dat is natuurlijk een heel belangrijk certificaat. Nou, dinsdag hebben we een docent daarvoor. En dan, die gaat heel veel vertellen over het VCA. De woensdag doen we met de jongens zelf oefenen VCA. Dat kan zijn door filmpjes, door proefexamens. Er zijn een aantal jongens die het VCA hebben. Dus die gaan dan de woensdag werken met muiswerk. Wij noemen dat muiswerk, dat is Nederlands taal rekenen. De jongens komen binnen, er wordt getest op wat voor niveau ze zitten. En dan kunnen ze helpen op het niveau om, laten we zeggen, stel dat ze nog geen niveau 1 hebben of geen niveau 2, dan kunnen ze daarmee verder helpen. De donderdag hebben we dan de sociale vaardigheidstraining. En arbeidstoeleiding en sollicitatietraining. Hè? Wat zijn goede vrienden, wat zijn slechte vrienden. Maar ook hoe moet je solliciteren. Moet ik zo gaan zitten bij een sollicitatiegesprek of moet ik rechtop gaan zitten. Nou, dat is wat we de jongens leren allemaal.
En dan vervolgens vrijdags, en dat vind ik een van de belangrijkste cursussen misschien wel. En waarom? Dat is het BHV, het bedrijfshulpverlener. Eén op zoveel mensen in een bedrijf hebben natuurlijk BHV nodig. Maar waar ik het voor gedaan heb, en dat is met name voor het reanimatiegedeelte. Ik vind dat alle jongeren vanaf 12 jaar moeten kunnen reanimeren. Ik heb het hier zelf meegemaakt dat iemand die we konden helpen, omdat we hier de reanimatiecursus gegeven hebben. Maar ik heb ook voorbeelden, hele trieste voorbeelden, dat papa met zijn zoon naar buiten gaat en papa onderweg niet lekker voor en zijn zoon niks kon doen. Weet je, dat zijn trieste voorbeelden. Voor haar heb ik gezegd van oké, het BFV, dat is gewoon een leuke cursus. Ik heb buiten een container staan, die mogen we in de brand steken en die mogen dat op een leuke manier, op een goede manier blussen. Ja, en dan hebben we het boksen. Nogmaals, het boksen is gewoon belangrijk. Vroeger was het echt 4 keer in de week, nu 2 keer in de week. Want sommigen die vinden sporten wel leuk bij de intake, maar als ze 2 keer gesport hebben, dan is sommigen van ja, maar ik heb een ingegroeide teennagel of ik heb een ontstoken haarzakje. Nee, sport hoort er gewoon bij. En daar hebben we ook gezegd, het is niet fysiek dat ze met elkaar boksen. Het is gewoon puur techniektraining, circuittraining. En dan, we moeten zorgen dat we ze zo moe maken, dat ze s'avonds geen zin hebben meer een kattenkarren te halen. En dat is een beetje het boksen wat we tegenwoordig gaan doen. Jij staat hier helemaal leeg te slaan en ik krijg het er ontzettend warm van. Inspirerend. Dus, ik krijg het er zeker warm van. Ja. Even zo, dat was even kijken. Hè? Ja. KBL van de Veer, ja. Hoogvliet? Ik zei dat ik mee kom van Rotterdam Oost. Rotterdam Oost, ja. En dan kom je helemaal hier naar de boksschool van Jan en Sean Schildkamp. Ja, dat. Niet alleen te boksen, maar ook educatie te hebben. Ja, eerst was het om zeg maar, mijn VCA te halen, dus bedrijfsveiligheid. En ik heb ook mijn brandveiligheid hier gehad, mijn EHBO. En nu ben ik bezig om mijn VCA op vol te halen. Dus dat is zeg maar basis VCA, maar 1 level hoger. Dus ook weer voor de bedrijfsveiligheid. Ja, dit is een leuke boksschool. Ja, ook wel een beetje een rare boksschool. Hè? Dat je niet alleen maar leert om een uppercut te geven of linkse directe of weg te duiken. Nee. Maar je neemt veel meer mee. Hè? Veel meer. Dus echt ook les krijgen. Ja, ook gedrag. Certificaat halen. Ja, gedrag en hoe jij jezelf openstelt, hoe jij jezelf voorstelt en op tijd komen. Heel veel dingen. Veel meer dan alleen maar boksen. Zo, boksen is eigenlijk maar een onderdeel ervan. Ja. Nou, ben ik een witte Antilliaan, want ik ben altijd te laat. Ik sta altijd voor de brug. Ik heb altijd smoesjes. Maar daar kom ik bij de schildkampjes meestal niet mee weg. Nee, dat gaat dan zeggen ze van joh, ja, je bent te laat. Ja. Toch fijn dat je bent gekomen. Ja. En later kan je een beetje af. Hè? Ja, maar die strengheid is ook nodig. Hè. Die heb je soms even nodig. Ik zelf heb het ook nodig in het begin. Maar met de hulp van oom Jan en zo ben ik daar sowieso helemaal vanaf van dat te laat komen. Ja, het gaat om duidelijkheid. Ja. Respect krijg je op het moment dat je hier binnenkomt. Dat hoef je niet te verdienen. Ja. Je raakt het kwijt. Als je er niet goed mee omgaat. Ja, precies. Dat is denk ik ook wel het grote verschil. Hè? Ja. Ja. Helemaal uit Rotterdam Oost. Ja, ik vind het geweldig dat jullie echt dan naar Hoogvliet komen. Ja. En dat geeft ook wel aan hoe belangrijk het voor jou is. Ja, precies. Nou, hoe goed hun het doen eigenlijk. Hè? Ja. 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 En het boksen, is dat voor jou de echte drive om hier te komen? Of is het de mix? Nee, dat boksen niet de echte drive. Mijn vader vroeg altijd dat ik geen bokser moet worden, omdat je later heel veel dingen aan overhoudt. Maar bij de traject is het toch wel een goed deel om dat ook mee te krijgen. Want het helpt ook veel bij je gevoelens en emoties toch ergens in te zetten. En dat helpt ook weer dan goed bij lessen, dat je gewoon rustig je lessen kan volgen. Een beetje energie kwijt bent. Dus het helpt eigenlijk bij alles. Het is eigenlijk de mix van alles wat ze hier doen. Ja. Oké, en ja, waar liggen jouw ambities? Wat zou jij pak weg, als ik zeg KBL van de Veer, waar sta jij over 2 jaar? Ja, ik zelf wil in de bedrijfsveiligheid gaan werken, dus dat is dan bijvoorbeeld je checkt of de mensen wel, die over de beveiliging gaan in het bedrijf wel goed hun werk doen en of alles, of ze zich aan alle regels houden en dat is eigenlijk wat ik wil doen, daarom ben ik dus bezig voor mijn VCA vol en als ik die heb gehaald dan
wil ik dus ook in die branche gaan werken, dus bedrijfsveiligheid. Ja. Nou, Gabriel, de naam heb je al mee, hè, van een engel. Ja. Dankjewel. En vroeger was je misschien een beetje een bengel. Nou, niet meer. Nou, niet meer. Oké, heel veel succes. Dankjewel, man. We waren vandaag te gast bij Opboksen, het project Opboksen. Met name in de school van Ome Jan en John Schildkamp. U heeft een kijkje kunnen nemen hoe de jongens en meiden, laten we die vooral niet vergeten, hier binnenkomen en uiteindelijk ook hier weggaan. Er zit zo'n pakweg 2 jaar zit daartussen. Je komt binnen als iemand die een verworpeling der aarde is, waarvan de mensen denken van, groeit op van galgen rad. En ze gaan hier weg en dat gebeurt echt veel vaak, niet zomaar 1 of 2, maar bijna alle cursisten, weg met een diploma. Klaar om in de maatschappij succesvol te zijn en weer gewoon mens te zijn. John, hartelijk dank voor dat we hier te gast mochten zijn. Je hebt een aardige kijk meegegeven aan de kijkers van Botlek TV over hoe het echte leven is en hoe we met elkaar respectvol naar de jongens ook wel kunnen kijken en misschien ook wel moeten kijken. Ja, ik wil sowieso even Botlek TV bedanken dat jullie even een kijkje kwamen nemen van het project Opboksen. En daar wil ik u hartstikke voor bedanken, Joop en Roel.